Jerzy Soetekouw, gisteren nam u officieel afscheid als wethouder van Almere. Ja, welkom. Dank je bij ons. Het is nu bijna een maand geleden, hè, donderdag 14 november was het, dat het doek voor je viel. We hebben trouwens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Zeker. Je eigen partij, hè, de Partij van de Arbeid, die trok je terug. En dat gebeurde nadat de andere collegepartijen, VVD, ChristenUnie en D66... het vertrouwen in de Partij van de Arbeid hadden opgezegd. Je had een hele emotionele toespraak die avond. Je zei, ik neem echt afscheid met pijn in mijn hart, want dit is mijn stad. Hoe is het nu met je? Het gaat gelukkig een stuk beter. De emotie, de bevlogenheid, de betrokkenheid, die is er nog steeds. Maar de tranen zijn een stuk verder weg. Dus je moet goed je best doen als je die nog een keer tevoorschijn wil halen. Nee, maar dat was ik niet van plan. Maar hoe was het nou de afgelopen 1,5 jaar als wethouder binnen zo'n college? Met wisselingen en met zo'n einde dan voor jou? Ik vond het heel leerzaam. En ik vond het echt een groot voorrecht om op deze manier mijn stad te dienen. Ja, maar het is niet tot een mooi einde gekomen natuurlijk. Ik heb het wel als een heel mooi einde ervaren, omdat ik belangrijke lessen heb kunnen trekken. Voor mij persoonlijk, voor vervolgstappen, in mijn vervolgcarrière. Maar ook omdat ik in die korte tijd als wethouder echt verschil heb kunnen maken in de stad. 1,5 jaar? Ja, zeker. Wat dan? In 1,5 jaar kan je met heel veel passie, met heel veel drive in de harten van mensen komen. Ik denk dat ik erin ben geslaagd, bijvoorbeeld met spreekuren, om de politiek net wat dichter bij een nieuwe doelgroep Almeerders te kunnen brengen. Dat vind ik heel betekenisvol. Ik ben erg trots op de gastlessen rondom financiële educatie die zijn gegeven. 100 stuks. We hebben een eigen lesprogramma in Almere ontwikkeld. En zo zie je dat je op verschillende terreinen eigenlijk ook in 1,5 jaar wel het verschil kan maken. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ja, veel lessen geleerd dus, maar zo gaat dat met lessen. Daar pik je dingen uit waarvan je weet van, hé, dat heb ik goed gedaan. Maar ook dingen waarvan je dan achteraf bedenkt van, hé, dit had ik anders moeten doen. Noem daar eens een paar dingen van. Wat wij anders hadden kunnen doen de afgelopen... Ja, maar ik heb het over jou echt als persoon, als partij. Ja, dat wordt een interessant gesprek. Wat ik persoonlijk anders had kunnen doen is... Uiteindelijk is het altijd een kwestie van laveren tussen verschillende belangen. Hè? Want je zit daar in een stadsbestuur namens een partij. Je zit daar als onderdeel van een team in college. Je hebt de verantwoording aan de raad, verantwoording aan de stad. En op een gegeven moment, als je op zo'n manier tot een afscheid met elkaar komt, blijkt ook... en dat is ook het ultieme lot, dat je ergens in dat laveren niet de juiste afslag hebt genomen. Ja. En... een van de lessen die je daaruit kunt trekken is eerder signalen herkennen, ook eerder bijschakelen. En ook eerder in contact met anderen treden om te voorkomen dat het tot zo'n punt hoeft te komen. Ja, want er zijn natuurlijk ongelukken gebeurd. Loes Eijma die ging weg als wethouder, die hield het niet vol met haar gezin in Woerden. Die kwam ook niet in Almere wonen. Nou, die kwestie was achter de rug. Toen zeiden de coalitiegenoten, nou de PvdA is gezakt van 6 naar 5 zetels... omdat een raadslid voor zichzelf begon. Nu is er 1 wethouder wel genoeg en toch kwamen jullie met een tweede. Heb je daar nog invloed op gehad om dat te voorkomen dat de PvdA met die tweede kandidaat kwam? Want toen ging het mis. Ja, we gingen van 7 naar 6 wethouders. Oh, sorry, van 7 naar 6. Niet wethouders. Of raadsleden. Raadsleden. En natuurlijk, als wethouder van de partij word je meegenomen in de gesprekken. En ook zeker een belangrijke stem in. En in de afweging daarin is het ook laveren tussen enerzijds het belang... dat je vanuit je kiezersmandaat hebt gekregen en het algemeen belang. Er valt goed... te beargumenteren waarom we met 6 wethouders uit voeten komen. Maar het valt ook goed te beargumenteren waarom we zouden kunnen hebben vasthouden aan de bestaande afspraak van 7 wethouders. Want als we kijken naar maart 2018 en we vergelijken dat met november 2019... dan zijn de uitdagingen voor de stad niet kleiner, maar groter geworden. Als het bijvoorbeeld gaat om de Floriade, de stikstofproblematiek... die komt steeds dichterbij. De woningmarkt, et cetera. Dus ook vanuit dat perspectief valt er voldoende te zeggen voor 6 of 7. Maar heb je dan niet gezegd tegen de rode vrienden van... jongens, dat moet je niet doen, die tweede wethouder, anders knallen we eruit? Kijk, bij zulke afwegingen laat je alle scenario's de revue passeren... en beoordeel je op voor- en op nadelen. En in een goed huwelijk, of dat nou in coalitieverband is of in partijverband... wrijft het en schuurt het. Ja. Dat is alleen maar goed, hè? Want die wrijving die geeft glans. Daar kunnen mooie nieuwe ideeën uit ontstaan. En in deze wrijving binnen de coalitie, waarin de Partij van de Arbeid uiteindelijk heeft vastgehouden aan de 7e wethouder, dus de 2e wethouder van de Partij van de Arbeid, en het voortijdig noemen van de naam van onze kandidaat, daar is uiteindelijk net een botsing te veel ontstaan. Dat is ontzettend jammer, want dat is niet goed voor het stadsbestuur. Dat is ook iets waarvoor wij zelf kritisch in de spiegel kunnen kijken. Om je het even te onderbreken. Je beschrijft het of je erbij stond en er niks aan kon doen. Maar heb je nog ingegrepen ergens? Dat was mijn vraag. Er zijn verschillende momenten waarop je overweegt om in te grijpen. Er zijn ook momenten waarop je zelf het heft in handen probeert te nemen. De politiek, daar hoeven we helemaal niet schimmig over te doen. Heb je altijd een wereld voor en een wereld achter de schermen. Achter de schermen vinden er verschillende gesprekken plaats, waar je ook als wethouder natuurlijk onderdeel van uitmaakt. En dan neem je in de brede belangenafweging mee, hoe verhoudt het 6-wethoudersscenario zich tot het 7-wethoudersscenario. Toen is het op een gegeven moment bij 6 wethouders gegaan over een bijvoorbeeld inhoudelijke deal die gemaakt zou kunnen worden. Het inleveren van een wethouder in ruil voor wat inhoudelijke speerpunten. En ook dat is een scenario dat de revue is gepasseerd. En zo kan je eigenlijk op verschillende momenten in het proces, ook als wethouder, daarin je stem laten gelden. Ja, het klinkt allemaal wel heel braaf, want er moet toch een moment zijn geweest. He, want je kreeg natuurlijk door van, ik word geslachtofferd. Of laat ik het zo zeggen, ik ben hier straks het slachtoffer van wat er allemaal gebeurd is. Hoe boos ben je geweest? Ik ben vooral boos geweest omdat onze missie voor de Partij van de Arbeid, voor de Sociaaldemocratie vroegtijdig. Maar voor jou persoonlijk? Het gaat niet om mij persoonlijk. En mijn belangen die kunnen op verschillende plekken. Is dat zo? Want je hebt politieke ambities. Natuurlijk. Jij wilt iets bereiken. He, je zegt het is mijn stad. Dan treft dat jou toch ook? Dan moet dat toch wat met je doen? Natuurlijk. En ik geloof dat daarin je persoonlijke drive en de ambitie voor de stad echt hand in hand moeten gaan. Hè? Want als publiek figuur ben je 24/7 verantwoordelijk ook in die taak. 24/7 aanspreekbaar op die rol. En dat betekent dat je dat alleen met volledige passie en drive kunt invullen. Dat is ook de manier waarop ik dat zelf heb gedaan. En dat betekent dus, en dat zag je bij dat afscheiden, dat het ook heel veel pijn doet wanneer die missie voortijdig tot einde komt. Dat, ik was niet boos. Ik was op dat moment eigenlijk zo snel mogelijk al dankbaar voor de lessen die ik heb kunnen trekken. En voor het feit dat ik de stad heb kunnen doen. Ja. En nu we het toch hebben over je politieke ambitie. Je zegt, ik ben ook nog niet klaar. Heb je al een telefoontje vanuit Den Haag gekregen misschien? Nou, de telefoontjes uit Den Haag die zijn niet hierna geïntensiveerd of verminderd. Het contact met Den Haag is als grote stad in Almere en als partijleider in als voormalig partijleider in een stad als Almere heb je dat contact, dat blijft aanhouden. En ik zal me op welke plek dan ook binnen de Partij van de Arbeid blijven inzetten. En als je moet kiezen? Als ik moet kiezen tussen Almere of Den Haag? Op dit moment is die keuze niet aan de orde, want ik keer vooralsnog niet terug in de Almeerse politiek. Maar als ze in Almere iemand nodig hebben om te flyeren, om leden te activeren. Ja, dan. Maar een politieke rol? Er komen natuurlijk weer nieuwe verkiezingen aan over 2 jaar. Sta je dan op de lijst of niet? Over 3 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En in 2021 verwachten we uiterlijk de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. En het is zeker een mogelijkheid dat jullie mij op één van die plekken terug zullen vinden. Wil je terugkeren als wethouder ook, eventueel in 2022? Ja, ik heb bij mijn afscheid al wel aangegeven mijn ambitie voor de stad. Daar neem ik zeker geen afscheid voor. Mijn ambitie voor de idealen waar ik voor sta, heb ik geen afscheid van genomen. Ik benut de lessen die ik nu heb geleerd. En ik wil sterker terugkomen om die sociaaldemocratie te vertegenwoordigen. En zou u terug willen keren als wethouder als fractievoorzitter Ellian van de VVD belt en zegt, nou, ik zit een nieuw college te formeren, het lukt me niet, ik heb de PvdA wil nodig, laten we lijmen. Ik heb een grote waardering en respect voor Ulysse Ellian, met wie ik ook een schoolverleden al heb. We kennen elkaar van heel lang terug. Dus Ulysse mag altijd bellen. Op het moment dat hij met die vraag belt, staat er altijd een uitgestoken hand. Ik vind dat je het gesprek altijd moet aangaan. Ik geloof enorm in de kracht van het verschil, in de kracht van ontmoeting. Dus waar iemand een gesprek wil aangaan, zal ik altijd mijn hand uitsteken om met open vizier ook te kijken hoe kunnen we met elkaar verder. Ja. Nou heb je zelf ooit gezegd, ik heb van mijn ouders de boodschap meegekregen, verspil vooral je talent niet. Nou heb je zelf twee jonge kinderen. Wat is jouw boodschap aan hen? Wat is het belangrijkste wat je hen wilt meegeven? Vallen, opstaan en weer doorgaan. In het leven is er niet zoiets als een niet onderbroken stijgende lijn. Het gaat allemaal met horten en stoten, net als het leren lopen, het leren fietsen. Diezelfde analogie komen we daarin terug. Dit is voor mij een heel belangrijke les. Gelukkig nog relatief jong in mijn carrière. Gelukkig nog relatief vroeg in mijn leven. En ik koester deze harde lessen, want dat zijn het natuurlijk ook. Voor het oog van een hele stad. Ik koester deze harde lessen om sterker terug te komen. Ja, want je staat weer intussen? Wat zeg? Je staat weer intussen? Ik sta zeker. En ik vloog eerst. Ik sta nu weer. Ik wil langzaam weer gaan lopen en rennen om uiteindelijk weer te kunnen vliegen. Okay. Zij Jerzy Soetekouw, oud-PvdA-wethouder uit Almere. Dank voor de komst naar de studio. Dit was het gesprek. Dank voor je aandacht.